Ja, dan wil ik een paar gedichtjes voorlezen uit de nieuwe bundel van mij, Vers van de Boer. En op de eerste plaats begin ik natuurlijk met mijn woonplaats in Heijen. Honingsoorten van de boer uit Heijen zijn voor veel mensen lekkernijen. Hij wordt, dat is een feit, gestoken op zijn tijd, maar laat geen steek vallen bij de bijen. De volgende, het gedichtje, het gaat over Westerbeek, waar ieder jaar dus een ploeg- en zaaidag plaatsvindt. Met de ploeg- en zaaidag in Westerbeek herleeft de historie van deze streek. De boer was vroeger een echte ploeger, toen mechanisatie nog ver weg leek. De volgende gaat over Stege, dat ligt in de buurt van Deurne. Een melkveehouder uit Stege zit het weer niet zo gauw tegen met koeien in de wei. Bij hem staan, zo zegt hij, sommige toondroog in de regen. Het laatste gedichtje dat ik voor wil lezen uit de bundel gaat over een varkensfokker uit S. En die hoopt dat het altijd goed gaat in zijn bedrijf. En die luidt al dus. Een grote varkensfokker uit S blijft op zijn gebied goed bij de les. Dat wordt op prijs gesteld. Het resultaat dat telt, was het maar vaker big business.